Ik hoorde deze week u als minister van Dierenwelzijn, meneer Weitz, zeggen dat dolfijnen bijzonder intelligente dieren zijn, dat ze in gevangenschap niet gedijen en dat wat u betreft er beter gestreefd wordt naar een uitoogscenario, wat betekent dat er geen verdere kweekprogramma's meer mogen bestaan en dat het verhaal van de dolfinaria dient op te houden. U zegt dolfijnen zijn te intelligent, passen niet in een bassin. De luipaard past wel in de zoo van Antwerpen, de jaguar misschien niet. En we kunnen zomaar doorgaan. En we kunnen natuurlijk verder gaan. In die zin, wat doen we dan met iemand die een kat als huisdier houdt, een poes die hij op een appartement onderbrengt, die hij in een hokje steekt, die zeer weinig naar buiten komt? Dat is ook niet de natuurlijke biotoop van die poes. Meneer de minister, hoe ver gaat je in uw redenering? En ik denk dat je hier met dit signaal zeer veel mensen in onzekerheid brengt. Meneer Dossier, je trekt het natuurlijk op flessen met daar enkel belachelijke voorbeelden te gaan aanhalen om uiteindelijk dan toch maar niet het debat ten gronde te willen voeren met betrekking tot dolfijnen. U zegt, ja, u maakt subjectieve keuzes, maar vanzelfsprekend. Wij verkozen hier in het parlement om keuzes te maken en om lijnen te trekken. En ik zeg, als het wat mij betreft, ik zou graag hebben dat het debat tenminste gevoerd wordt of dat het nog zinvol is om in deze tijden dolfijnen te houden in gevangenschap, gelet op alle criteria die ik geschetst heb. Namelijk geen bedreigde diersoort, bij uitstek gewoon om een heel ruime omgeving te zitten en niet in een bassin. En ik denk dat we in zaken dierenwelzijn, ook wat betreft dolfijnen, geëvolueerd zijn. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.